Good morning everyone! Goedemorgen! Vandaag zijn we hier weer een nieuw dagje in Disneyland Resort Anaheim. Ja. En we zijn iets later hier dan normaal, want Jorg, wat hebben wij vanmorgen gedaan? We hebben ontbijt gehad in het Steakhouse 55. Steakhouse 55 in Disneyland Hotel, that was amazing. Yes, nou, loved it so much. We gaan aan de dag beginnen jongens, ik zou zeggen, kom maar mee. Let's go! Nou, we beginnen onze dag hier in het Disneyland Hotel van Disneyland Resort met een breakfast hier in Steakhouse 55. Ja, iets wat we nog nooit gedaan nee, hebben. Nog nooit. Heel nieuwe experience. Ik ben echt benieuwd. Ik ook. Nou, laten we maar zo verder gaan. Let's go. Yeah. Nou, we hebben vandaag dus ontbijt bij Steakhouse 55. Steakhouse 55. En moet je eens kijken wat we hebben. Oh my god, shorty. Ziet er toch verrukkelijk uit, niet? Dit is niet normaal. Dit is de brioche French toast. Het is zo goed. Jongens, kijk eens hoe lekker dit uitziet. Ik heb nog nooit French toast gezien dat ja, op deze manier geserveerd werd. Maar het ziet er zo lekker uit. Met lekker fruit, lekkere bacon erbij. En dit is maple syrup met bourbon erin, volgens mij was het. Ik heb geen idee. Het is echt, als ze maar niet dronken worden zoals vroeg op de morgen. Smakelijk, joh, hè? Ja, jij ook. Kijk, en je snijdt het heerlijk open. Er komt er allemaal lemon saus uit. Dit is zo lekker, jongens. Nou, het is vandaag een best wel drukke dag hier. Het is zondag en dat betekent high life hier in Disneyland Resort. Plus Thanksgiving Week. Ja, Thanksgiving Week. Onze annual pass is ook vanaf vandaag eigenlijk uitgeblokt. Maar we kunnen dus reserveringen maken om deze dagen te komen. En dat is voor vandaag gelukt. Ja. Vanmorgen helaas niet, dinsdag maar wel, we hebben andere plannen. En dinsdag komen we inderdaad weer terug. Maar het is nu in de ochtend. En de Fastpass voor Haunted Mansion Holiday, die staat al op 6 uur 25. 6 uur, ja, half 7 vanavond. Dus we dachten, laten we die maar snel pakken. Dan kunnen we vanavond in ieder geval nog een keertje naar de Mansion Holiday. Yes. Wat denk ik een heel goed idee was, joh. Ja. Ja, en je kan over 2 uur alweer een andere Fastpass pakken, dus. Altijd mooi. Heel handig. En ik zie nu Splash Mountain. Die moeten we ook nog doen deze dagen, joh. Ja, kijk, vandaag of dinsdag. Nu morgen ineens uitvalt qua Disneydag, moeten we een beetje aan ons schema gaan sleutelen. Ja, nou, we zijn terug in Batuu, Jordi. Ja. Back on Batuu. We hebben net eventjes geregeld dat we voor vanavond een dining package hebben voor Fantasmic. Yes. Zodat we die vanavond sowieso goed kunnen zien in een gereserveerd viewing area. Heel mooi. Veel zin in. Ja, toch? Ja. Yeah. Dan krijgen we vanavond nog lekker eten erbij ook. Ja, en nou zijn we in Batuu. Want we love it. We love Batuu. Sure, wat gebeurt er op dit moment? We zijn een lightsaber aan het kopen. We're getting some lightsabers. Twee. Ik heb die van Luke Skywalker. Ja, ik natuurlijk Rey, yeah, want Rey is mijn character. En dit is iets wat ik niet had verwacht. Wat ik misschien niet 1, 2, 3 zou doen, maar het is echt, het is ons gegund en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ook. Wauw. Yeah.
To all in this outpost, hear me! We are here on business. The resistance has been reduced to a handful of stragglers with no hope of standing against us. And yet, we believe they're making a useless attempt to regroup. The stormtroopers under my command are on my orders searching this outpost to ensure that does not happen. I expect your compliance. Am I making myself clear? Good. Then you will cooperate. And you will remember who is in charge. Troopers! A small outpost on a small planet. Your mission was clear. I will see this outpost for myself. Yes, sir. Troopers! You will escort the Supreme Leader. You, are you a spy? Maybe. You stay right there. I trust by your boldness you are a spy. For the First Order, yes? Maybe. Maybe. Maybe the First Order, maybe the Resistance. With this answer, maybe. Yeah. You can't make up your mind. You're on the fence. He's a spy. I think so. Consider yourself under observation. You, who are you transmitting to? Sorry, to no one. Is this a local transmission? This is a local transmission. This is Lieutenant Commander Tesk of the First Order. Whoever's on the other side of this line, we have your spy here, and we will soon have you. Good. You, down there, we will be watching. And I'm just here to enjoy Rey and all the other resistance. And now he has a lightsaber. Yes. The resistance spy was spotted near the droid shop. Stay alert. Excellent. Okay, dit kan maar één ding betekenen, Jordi. Wat betekent dit? Ze hebben gezien dat we lightsabers gekocht hebben. Ja, ze zijn natuurlijk bang voor ons nou. En nu heb jij ook Johan toen nog verraden dat je een spion bent? Ja, ik zei met maybe. Je lightsaber. Ik zei misschien. We zitten ze achter ons aan. Dit land blijft je verrassen, keer op keer. En die little showtjes overal. Er zijn er dus twee, hè? Kylo Ren komt tevoorschijn, hij gaat wel weg. Ja. Nou, hier ja. Staat hij nou. Oh, sorry. Dit gaat niet goed, je hebt jezelf verraden. Hoe je? Doe nou rustig, verstop ik ben je nou. Niet bang voor stop ze. Je nou, stop okay, je nou. Oké. Stop je nou. She's a Lothcat. Right. Yeah, she's one of our oldest ones here. You know, she's kind of think of old, her as the mother of the flock. You know? Infected, probably. You know, it's okay. She can still hunt porgs to her very best. Oh, yeah. And that's what matters. She's a pork hunter. Oh, yeah. Love delicious snacks, right, Patricia? Yeah. You can adopt more just like you're down at the marketplace as yes. Well. Yes, yes. You must be very happy to have her. I always. She's the love of my life, really. She's our crazy Batuin Lothcat lady. Your swabbies, what may I offer for these hearty heads? Everyone an egglet. Not less they believe golden eggs. Hello there, you pilgrim. When the years tell, 'tis only me what's got the goods. Keep still, I'm studying me map. Hoe leuk al het nieuwe Disneyland ook is. Pirates blijft by far mijn favoriet. Die moet je gewoon even doen. En het was een 30 minuten durende wachtrij. Maar dat was het niet hoor. We zijn meteen naar binnen gegaan eigenlijk. Genoten van Pirates. Iedere keer zie ik hier nieuwe dingen in deze attractie, Jordi. Wat heb je nu gezien? Ja, ik zag die mannetjes achterin die wat samen bezig waren. Die hadden zo'n grappige gezichtsuitdrukking. Ja, dat is die Mark Davis van Pirates. Die heeft dat allemaal verzonnen. Ja. Yeah. Heel grappig. De humor in het park.
Mooi. Dat weet ik nu, Jordi, want we hebben Disney Plus in Nederland. En dat zie ik allemaal in de Imagineering Story. Imagineering dus story, heb jij Disney Plus, ga zeker even de Imagineering Story kijken. Als je kan. Nog steeds kijken dan maar, hè. Jij sowieso, maar tegen de tijd heb jij het al lang gezien. Want ik wil nog steeds Mandalorian zien. Mandalorian. Maar tegen de tijd dat deze vlog lang gaat, heb je alles gezien. Want daar zorg ik wel voor. Ja. Ik ben helemaal into the Star Wars nou, dus laat Mandalorian nog maar zien. Zomaar Pocahontas gemiet hier in Disneyland. Dat is toch altijd leuk, hè? En je zou je afvragen, Davy, had je net niet iets anders aan bij die meet-and-greet? Jazeker. Maar Davy had net een frozen banana voor het eerst in zijn leven. Dat was erg lekker. Maar Davy is een beetje een kleine baby. Hij is gewoon een klein babytje. Hij zit er overal mee te knoeien. Want hij knoeit zichzelf gewoon helemaal onder de frozen banana. Niet normaal. Niet normaal. Nee. Nou, Jor, heb je zin om eens iets te doen wat we deze hele week nog niet gedaan hebben? Tiki room. I need to go to José and Michael. Jongens, ik wil naar de Tiki Room. Wake up, José! Buenos días, señorita. My siestas are getting shorter and shorter. Here, you rascal, you. Let's put on the show. My goodness, you're all staring at us. We better start the show right. So, that was the Enchanted Tiki Room. Altijd leuk, hè? Die moet je toch iedere trip sowieso één keertje doen. En we doen hem gewoon nu pas. Dat is eigenlijk echt super, super laat. Ja, super, super te laat. Super maar wel, laat, man. Heel erg leuk om mee te doen. Ja, dat wel. Dat I love Tiki Room. Zo, dat was het voor nu eventjes in Disneyland. We gaan park hoppen naar Disney California Adventure. DCA. Want zijn we gisteren helemaal niet geweest, hè? Zou weer 2 dagen geleden toen DCA waren. Normaal, hè? Dus we have to go there. Yes. Are you joining me? I'm joining you. Nou, we're hopped over to DCA en nu zijn we hier. En we zijn even op zoek naar een heerlijk drankje. We hebben hier bij Smoothies. Dat is een lekker drankje waar je allemaal lekkere smoothies krijgt. En voor de holiday speciale dingetjes hebben we lekkers besteld. Ik heb gewoon een lekkere raspberry smoothie met blackberries erin. En voor Jordi... Hij heeft ook zijn shirtje omgeruild naar Spirit Jersey van Kerstmis. Christmas. Maar jij hebt een churro. I love churros. Churro shake iets-achtig. Yes. Volgens mij is die speciaal voor Kerst dit jaar, dus... I really love churros. Ja, laten we maar eens even afwachten. Ik heb mobile ordering gedaan, dus we zijn bijna aan de beurt. Heerlijk. Lekker even een koud drankje. Altijd goed. Ja, Jordi. Wat heb jij bij Smoothies gehaald? Een churros milkshake-achtig iets. Een churros smoothie. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, laat maar eens proeven dan. Pak eerst hier eentje van. Een echte churro. Have a good one. Mm. Mijn is ook heerlijk. Oh, wow. Ja, echt lekker? Die is echt lekker. En ik heb de berry smoothie met allerlei soorten berries erin. Mmm. Zo lekker. Zo refreshing. Heerlijk. Nou, we gaan even genieten. En dan gaan we dadelijk verder richting Frozen. Live the Hyperion, want dat doen we altijd. Dit is Frozen, is goed. We zijn already Frozen. Right after Frozen, you're back at Disneyland? Yeah. Dus we hebben Frozen gezien. Superleuke show weer. En nu zijn we terug in Disneyland. Waar
in de drukte van de parade, de tweede parade is. En we proberen onze weg te maken richting de Haunted Mansion Holiday. Want daar hebben we vanmorgen een fastpass voor gefixt. Yeah. En die kan nu ingaan. En daar ben ik heel blij mee, want het is echt ontiegelijk druk vandaag hier in Disneyland. Het is niet normaal, hè, joh. Dit zo ziet is het echt heel druk. Oh, het is zo druk. Waar is de ding hoor? Ja, het is Thanksgiving Week. Dus ik ben eigenlijk benieuwd zo hoe lang het duurt voordat we bij de Haunted Mansion aankomen. Nou, dat heeft uiteindelijk toch niet te lang geduurd om hier te komen, toch? We hebben niet de timer aangezet. Nee, maar dat was geen 10 minuten volgens mij. Ja, was het wel? Sweet, denk ik wel. Maar we hebben wel even opgehouden op Main Street natuurlijk. Ja. We staan nu in de fastpass rij van de Haunted Mansion Holiday. En we hebben een groot deel overgeslagen. Hopelijk gaat het ook een beetje snel, want we staan verder weg dan normaal. Maar eventjes nog een keertje genieten van Jack Skellington en zijn vriendjes hier binnen in de Haunted Mansion. Ja, mooi. Twelve signs of the zodiac that rule the future and transcend. Season's greetings, everyone. What's your gift? Oogie knows. Zo, dan gaan we eens even bij het Hungry Bear restaurant ons eten ophalen, want we hebben hier te straks dus een Fantasmic Dining Package gereserveerd. En die kunnen we nu gaan halen. Krijgen we lekker ons etentje. En het kaartje, zodat we straks een gereserveerde viewing area hebben. More Fantasmic. Ze hebben hier St. Louis style barbecue ribs. Die heb ik vorig jaar gehad hier, die waren echt heel lekker. Ze hebben zalm. Barbecue chicken, waar ik eigenlijk dan ook altijd tegen tussen twijfelen ben. Don't be chicken. Of plant-based skewers. Dat is vegetarisch. Ja. Yeah. Je hebt ribbetjes en het ziet er lekker uit. Oké, ik open de box en dan komt een hele lekkere spicy geur tegemoet. Het is heel lekker, ik ga lekker eten en straks lekker Fantasmic kijken vanuit de viewing area. Smakelijk. Nadat we dus al zo lang hier zijn, een hele week, hebben we nog 0 keer de fireworks spectacular gezien. Niet normaal, hè? Nee, dus vanavond is eigenlijk de avond dat we gaan doen. Laten we maar eens even een plekje gaan zoeken, joh. Laten we eens even een plekje zoeken. Ja, Believe in Holiday Magic. Ja, hier is prima. Er staat nog niemand.
this one says it all. You're dead. We hadden een dining package voor Fantasmic hier langs de Rivers of America. Je zit echt recht voor waar het allemaal te doen is. We hadden een prachtig shot. Ik vond het heerlijk om te filmen, want als ik iets goed kan filmen, dan ben ik heel erg blij. En ik denk dat dit mijn allermooiste keer is dat ik Fantasmic gefilmd heb en gezien heb. Niet normaal hoe leuk. Dan zie je Mickey op die rot staan, je ziet de Mark Twain langskomen vol met characters. Heel mooi. Oh jongens, ik hou hiervan. Mijn dining package Hungry Bear, dat is een to-do, want vorig jaar weet ik nog dat wij een fastpass hadden voor de allerlaatste dag dat we hier waren. En toen stonden we achter, serieus, deze boom. We konden niks zien. Dus dining package, je betaalt $30 voor een dining package bij de Hungry Bear, maar je hebt super lekker eten, dat hebben jullie gezien toen straks. Eten was lekker inderdaad. En die view, alleen dat is het al waard. Wij gaan richting Galaxy's Edge, want dat hoort. Shorty wil graag nog even een lightsabertje vasthouden die we vanmiddag gekocht hebben. Hij wil hem graag nog eventjes voelen. Want hij is, als het goed is, over 2 weken komen ze aan in Nederland. De lightsabers voor Davy en Jordy van Luke en Ray. Maar we willen nog even voelen hoe dat voelt, want het is zo gaaf in de avond. Dus wij gaan nog eventjes richting Doc Ondars. Of de Batu. What's his name? His name is Harrison Ford. That's so clever. It's cool. You're a good one. He's getting his revenge. Yeah. It's real revenge. Was me dat even een leuk dagje Disneyland? Ja, mooi. Hele bijzondere. We hebben lightsabers gehaald. Met de trein nu nog, het is echt bijna sluitingstijd. Waarschijnlijk zijn laatste rondje. Oh wauw, en zo'n soort van prijs. Oh ja, zo'n trein hè, met zo'n spiel. Leuk man. Dat is zo'n trein door het hele park gaat zo. Moeten ze eens doen in Parijs. Het was een hele bijzondere dag. Toch wel veel gedaan, alleen heel weinig rides, want het was heel erg druk vandaag. Mooie shows gezien. Heel erg genoten, Sjor. Het was top. We hebben nog één Disney dag te goed, dus ik zou zeggen, tot de volgende. Tot de volgende. Bye-bye. Doei doei. Laten we de trein pakken snel, nu kan het hier. Hallo, vonden
vonden jullie deze vlog leuk? Geef dan even een blauw duimpje omhoog. Zo omhoog. En ja, een like en een reactie. AUB. Dank je.